De reuze kerstboom staat ook dit jaar op het Onafhankelijkheidsplein. De lichten werden gisteren officieel aangemaakt door de directeur van het kabinet van de president, Eugène van der San, en een pupil van de meester Hubert Stichting. Roelies Lighting en Decor neemt dit jaar de meeste kosten van de boom voor zijn rekening. Het kabinet van de president heeft verder het Onafhankelijkheidsplein beschikbaar gesteld, terwijl de NVEBS en de dienst Openbaar Groen hun medewerking hebben verleend. De opzet van de kerstboom heeft 5 dagen in beslag genomen. De boom is een vast onderdeel geworden van de kerstviering in Suriname en verlicht niet alleen het plein, maar geeft ook een mooier beeld aan het presidentieel paleis. Bij de plechtigheid van gisteren waren de kinderen van de Meester Huber Stichting uitgenodigd. Zij kregen onder meer een hapje, een drankje en een cadeau van Niemats Verhuur. Van der San gaf de kinderen ook een korte kerstboodschap mee. Het licht van de kerstboom symboliseert de komst van kindje Jezus, dus de geboorte van Christus. De christenen geloven dat God de Vader hiermee de verstoorde verhouding tussen hen met de mensheid heeft willen herstellen. Kindje Jezus is opgegroeid tussen de mensen en heeft de mensen geleerd wat God de Vader van hun verwacht en wil. En toen hij 32 jaar oud was, is hij teruggegaan naar de hemel. Ik corrigeer mij, dominee, als het niet 32 jaar oud was. Oké, zie je al, 33 jaar. Als de mensen leven zoals God wil, dan verdienen zij vergeving voor hun zonden. En wanneer zij sterven, dan komen zij in de hemel. Directeur van het kabinet van de president, Eugène van der San. Hij heeft gisteren samen met een pupil van de Meester Huber Stichting de lichten van de kerstboom op het Onafhankelijkheidsplein aangeschakeld.